Goedemorgen, dit is de morgen Pilatus. Fijn dat je er weer bij bent. Voor zover we nog niets van uit Den Haag komlicht krijgen, gaan we op deze manier verder natuurlijk. Gewoon lekker om jullie fit te houden. De spieren sterk weer langer te maken vanuit de Pilatus. Aanstaande donderdag beginnen we om 9:30 's ochtends met een outdoor training Club Gym. Wil je daar aan meedoen? Kom er lekker bij. We gaan in groepjes van 4 werken. Ieder groepje werkt op zijn eigen tempo, met zijn eigen oefeningen. En ik schakel daar steeds tussen meer dan jullie aan het werk gehouden. Dus vind je het leuk? Kom erbij en meld je aan. Blijf ondertussen actief in die markt. Buiten, worstel. Hagel. Mijn matje aan de kant, dan ga ik weg. Op. Kort en krachtig. Zoals ik al zei, buiten, worstel. Kom maar ietsje lager. Haal hem vast. Adem door. Hop, hop. En weer recht omhoog. Strek hem uit. Hop, hop. Leg de hartslag een beetje op. En we gaan het nog een keer wat dieper. Blijf de borst omhoog tillen. Koppie op. 7, 6, 5, 4, 3, 2, laatste. Maak je lang. Blijf nog even in dit tempo. 3, 2, laatste. We gaan naar rust. Schouders op en laag in uit. De stappen blijven kort en krachtig, maar het tempo is iets minder hoog. Adem in heel hoog en laag. Laatste. En dan gaat je rechter schouder voorlangs op, achterlangs laag. Je linker neemt het over. Beide schouders één keer voorlangs om. Voeten gaan stil, knieën buigen en strekken. Handen op de heupen. Okay.
5, 4, 3, 2, laatste voeten stil, knieën buigen. Hand op de heupen. Werk die taille spieren maar stevig naar binnen, net als de core, je corset. Hou vast. 4, 3, 2, en de laatste, we gaan dieper. Blijf die, blijf die. 4, 3, 2, de laatste, beide knieën buiten. Rechts, links, 1, uit, voor, voor, voor. Kom maar laag. Dieper, lager. Blijf in je aanspanning. Schouders laag, hè? Krachtige beweging. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Benen gaan door. Laatste arm omhoog. 8, 8. Strek uit. 8, 7. 5, 4, 3, 2, laatste, terug, maart, schud, los. Goed, neem je rondje er bij mij als je die nog niet had. Leg hem over de breedte. En dan kom je breed op je matje staan met de voeten naar buiten gedraaid. Knieën licht gebogen. Heupen, taille. Wil spieren los. Trek je core maar in vanaf je bekkenbodem. Die hele veel te strakke broek pak je vast tot net onder je nagel. Gaat die naar achter naar binnen en je tilt hem op middenrif. Kom. Maak de beweging groot. Zodat je breed genoeg staat dat je naar laag kan. Laag. En komt hier nog een keer. Wil spieren los, doe niet mee. Zorg dat de knieën goed naar buiten aangestuurd blijven. 4. 3. 2. Laatste. We gaan naar laag, lijn, laag. 8. 7. 6. 5. 4. 3, 2, midden, vast, binnen. Knijp ze maar staan. Handen in elkaar. Dan. Veel over die gaan pompen ook naar voren. Duwen. Spannen aan en maak de rug net mooi lang. Midden van je af. 8, 7, 6. Kan je dieper, kom je dieper. Voor 5. 3, 2, laat. Binnen stil. Laat de billen eerst eens los. Voel je core aangespannen. Handen naar de bovenbenen. Strek de rug mooi hol op. En dan gaat hij naar bol. Trek de onderbuik, middenbuik, richting borst, richting keel maar in. En hol. Bekkenkogel voorover. Billen blijven los. Trek hem uit. En rond. Helemaal aanspannen vanuit die diepe laag. Aan de voorkant naar rond. Aan de achterkant rugkant naar strek. Naar hol. 4. Adem uit naar bol. Adem in naar hol. 3. Denk aan je schouders aan. Hou ze van je oren af. Heel spieren los voor 2. Laat je koren doen en laat die houdingsspieren maar werken. De rest daaromheen, behalve de billen. Laatste. Oké, strek hem op. Midden. Buik, spieren. Gaan we meedoen? Armen. Ellebogen gebogen. In het rijt. Zonder de armen te knijpen,
Blijven de ellebogen richting je taille. Dit is een houding waar je kan blijven. Liever met gestrekte armen. Wijs je handpalmen omhoog. Houd de knieën goed naar buiten aangestuurd. 8. 7. Kan je dieper? Kom je dieper? Kan je verder? Ga je verder? 5. Je hoofd draait in één lijn mee. 4. 3. Nog worstel. 2. Oké, dieper, dieper. Laatste. Let op, midden. Rechter knie. Buik, buik. Linker arm op. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laatste. Zet hem stil. Linker arm, elleboog, buik naar de taille. Rond komt de rechter omhoog. Strek uit. Komt ie. In. Uit. Hou je rechter knie gebogen boven je enkel. Hou vast. 8. 7. Neem de hoofd mee naar het midden en weer naar rechts. 6. 5. Kracht op die taille spieren. 4. 3. 2. Laatste. Strek hem eens uit. Strek je rechterbeen mee. Kom maar later. Midden. Je rechtervoet draait mee terug. Handen, armen schuin voor de schouders. Ver van je af. Knieën, ellebogen buigen. Knieën naar buiten. Ellebogen naar de grond. En strek beide armen, benen. Adem in. En uit. 4. 3. Mooie houding ook weer om je koor goed op te tillen als je nog kwijt was geraakt. Laatste. Buig de knieën, buig de ellebogen. 4, 3, 2. Zet de handen naar de bovenbenen. Vanuit hier met een strekkende, sterke, aangespannen rug omhoog. Linkerknie buigt. Rechterarm op. En je buigt op die linkerkant. Duw. Duw, duw, duw. 4, 3, 2, laatste. Strek hem eens uit. Vanuit de rechterarm, buig de elleboog naar de taille, romp recht mee omhoog, komt ie. In, uit, in, uit, in, uit. Hou je koor vast, hè? 7, 6, 5, 4, 3, 2, laatste. Strek uit. Linkerbeen strekt. Kom maar laag. Midden. Handen, armen schuin vanuit de schouders ver naar voren. Buig de knieën. Handen, armen blijven gestrekt. Hielen op. Laag. Op, laag. Je handen staan op de vingertoppen. Alleen de hielen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laatste. Til de hielen eens hoog. Kruis de rechter over links of andersom. Buig de ellebogen. Pas. 4, 3. 2, let op. Benen strekken, op de tenen blijven. Armen strekken. Je wisselt de armen op. Ellebogen en knieën buigen. Kom maar laag. Hou vast. 4, 3, 2. Laatste. Benen strekken. Armen strekken. Plaats de hielen. Handen naar de bovenbenen. Met een strekkende lange rug omhoog. Armen op, alsof je de boom tussen je handen hebt. Neem hem mee naar links, over het midden, naar rechts. En je wisselt, rechtsom. Hoofd tussen je bovenarmen houden, benen sterk, je koor sterk. Kom aan, maak de lengte in alle spieren. Alle bindweefsels trekken lekker mee. 4,
twee, laatste. Midden, strekken we helemaal naar voren. Handen naar de bovenbenen. De knieën buigen, de hielen op. En nu komt de romp op. Armen op, hou vast. Vier, drie, twee, laatste, strek de benen. Vier, drie, twee, netjes. Plaats de voeten, armen laag, draaien we los. Schud los, neem even een slokje drinken. En dan kom je op handen en knieën. Handen en knieën. De knieën, heupbreedte iets achter het bekken. Dus op het moment dat je jezelf iets naar voren duwt, zijn de bovenbenen schuin vanuit het bekken naar de knieën toe. De onderbenen liggen recht vanuit de knieën naar achter, je voet op de mat. Handen, schouders, polsen, mooi in één lijn, vingers gespreid. Vanuit hier naar een ronde bolle rug, trek je koor maar in, wilspieren doen niet mee. Onder, midden, bovenrug, nek en hol. Andere kant op, strekken, strekken. Haal eens even hier. Adem diep vanuit de flanke borst in. En uiteindelijk trek je alle lagen naar je koor, richting de koor naar binnen. Hou vast, wilspieren uitgeschakeld. Adem in. Krachtig uit, alsof je dat corset nog ietsje strakker aantrekt. Komt die in. Uit. Tenen in de mat. Je tilt de knieën op. Je beweegt je buik naar je bovenbenen. Je benen strekken, je rug en je armen strekken. Op de tenen. Je rug komt naar voren. Buik de knieën net niet op de mat. Duw op buik naar de bovenbenen. Benen rug strekt, terug, tenen blijven staan, hielen hoog, kom maar wat naar voren, knieën buigen net niet op de mat, strekken, buigen naar de bovenbenen, strek de benen, strek de rug, armen, komt ie, adem uit, in, en uit, twee, kom maar, handen vingers gespreid, laatste. Blijf eens in die V-stand. De down dog, zoals die zo mooi heet. Vier. Drie. Twee. Laatste hier dan. Beweeg je bovenlichaam naar voren. Schouders boven de polsen. Knieën naar de mat. Leg je voeten maar neer. Gewicht op beide. Handen bij de knieën. Let op, maak je sterk, blijf in het midden. Til je rechterbeen eens op. Zodat je je tenen gestrekt hebt, je benen recht, je bekken recht. En dan gaat hij. Op, op. Strekking vanuit je wilspieren, hamstrings naar de hak. Terwijl je recht in het midden blijft. Op, op, op. Hou hier. Kom op, hou vast. Zeven, zes, vijf, vier, drie, twee. Denk eraan dat je rechterheup niet omhoog komt. De laatste. Zetten we stil. Linkerhand van de mat. Knieën en elleboog buigen naar elkaar. Blijf naar voren kijken. Strek arm, strek been. En buik. In. Uit. In. En uit. In. Maximale strekking en weer terug. Zonder lijn. De ronding in de bovenrug. Dus echt alleen onder middenrug. Gebied van je koor. Vier. Drie. Twee. Laatste. Strek het uit. Vier. Laatste, plaats de hand. Plaats je rechtervoet.
linkerbeen ernaast, hoge plank, 4, 3, 2, langzaam zakken, zonder te ploffen, zonder je aanspanning los te laten, leg de armen maar naast je met de onderarmen, recht naar voren, voeten in de mat. We gaan alleen verder met de rol. Je aanspanning is er nog steeds, dus je kan gelijk doorademen op. Zonder op je armen te leunen. En uit. Strek hem eens op. Eerst lengte. Dan omhoog. Goed de buikspieren naar binnen trekken als je laag komt. Adem in. Strekken, strekken, strekken. Verlengen. Alsof een touwtje aan je kruin je benen voor omhoog tilt. En van daaruit je benen voor laag gaat. Adem in, steeds een stukje hoger. Zonder kracht op de handen en de armen, die zijn ontspannen. Benen liggen recht onder je, zonder heel erg strekking, aanspanning. 4. 3. 2. Laatste. Let op, we gaan de rond vanuit de strekking omhoog tillen. Je zet hem statisch vast. Beide heupen in de mat, linkerbeen lijkt krachtig in de mat liggen, rechts tilt op. En je draait een kleine cirkel. Knie lijkt overstrekt, hè? Dus aangespannen vanuit je bovenbeen over die knieschijf heen. Welke kant je op cirkelt, maakt niet uit. 8. 7. Hou de buikspieren naar binnen. 6. 5, 4, 3, 2, laatste. Andere kant op. Blijf in je strekking. 8, 7, 6. Ja, je mag je rugspieren voelen. Nee, het mag nooit geen pijn doen. Hè? Dan pas je je houding aan. Trek je je buikspieren nog wat dieper. 4, 3, 2, laatste. Zet hem eens stil. Flex de voet. Zet de teen in de mat. Linkervoet ernaast. Strek weg. Beide knieën zijn van de mat af en je handen glijden wat naar achter. Vanuit deze houding. Hoge plank. Kom aan. Op. Buig de knieën bijna naar de mat. Beweeg je buik naar de bovenbenen. Strek uit. Komt ie. Iets naar voren. Schouders boven de pols, buik de knieën richting mat. Strek de buik naar de bovenbenen, maak die mooie V-stand. 4. Vanuit de handen duw op. 3. 2. Laatste. En nu leg je je knieën neer. We gaan naar een ronde bolle rug. Kantel het bekken zonder de bilspieren te gebruiken. Maak hem helemaal rond. Hou hem eens hier. Goed doorademen. 4. 3. 2. Oké, we gaan naar de strekking, naar de holling. Span aan. Adem diep in de borstflanken. En op een uitademing zet je het hele corset strak. Laat je rug nog maar iets meer in de strekking gaan. Kantel het bekken nog wat verder. Vanuit hier gaat je linkervoet, linkerbeen opstrekken weg. Hou je rechterknie recht onder je. Goed point. Ah, ah. Bekken recht. Dus jouw linkerheup blijft laag ten opzichte van je rechterheup. Je zou er een kop thee, koffie, glas wijn op kunnen zetten. Blijf hier rechtop staan. Blijf in balans. 8. 7. 6. Kom op, kom op. Ziet er goed uit. 5. 4, 3, 2, en laatste, zet hem stil op heuphoogte, corrigeer je houding, elleboog knie buigen naar elkaar, blijf naar voren kijken, strek, half tempo, mooie bewegingen afmaken, strek, adem uit, adem in, 8, 7. Kom op, hè. 6.
4, 3, 2, en de laatste. Hou vast, 4, 3, 2, de laatste. Plaats de hand onder je schouder. Plaats de tenen van je linkervoet in de mat. Rechterbeen strekt ernaast, hoge plank. 4, 3, zonder de billen naar beneden te duwen, je hoofd niet zwaar laten hangen. 2, langzaam gaan de ellebogen buigen. Liggen, buik. Voeten gepoint. Armen liggen naast je. Zonder dat je knijpt op je bovenarmen. De handen, vingers gespreid. Alleen de romp, strek hem uit. Je hebt je koor nog steeds actief. Je komt zo hoog mogelijk. En op een uitademing trek je je buikspieren diep naar binnen. Adem in, strek hem op. Kom maar zo hoog mogelijk zonder dat je leunt op je armen. En terug. Oh. Zonder de bilspieren samen te knijpen. Dus echt werken vanuit die diepe laag. Zet die haag maar stevig aan het werk. Eerst verlengen voordat je omhoog komt. Netjes. Voor zover ik het zien kan, gaat het goed. Nog 2. Nog 1. Let op. Je komt vanuit de strekking. Zo hoog mogelijk. Je zet hem vast. Rechterbeen blijft stevig in de mat liggen, linkerbeen tilt op en je begint te cirkelen. Welke kant op, maakt niet uit, hou de knie gestrekt. Blijf aanspannen, hè? Kom op. Recht in je bovenlichaam, beide schouders recht, gelijk. 8, 7, 6, 5. Linkerheup blijft dicht bij de mat. 3, 2. En de laatste, je schakelt de andere kant op. Blijf draaien, blijf aanspannen, blijf strekken. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laatste. Strek hem uit. Flex de voet, zet de teen in de mat. Rechte voet ernaast. Handen schuiven naar achter, hoge plank. 4, 3, 2. Laatste. Buig je knieën richting mat zonder neer te zetten. Vanuit de handen breng je je buik richting bovenbenen. Strek de rug maar uit. Hier naar de mat. Kijk naar je onderbenen. Adem door. 4, 3, 2. Laatste. Hoofd op. Loop of stap naar je handen. Benen strekken. Rug strekt, nek strekt. Uit. Neus naar de onderbenen. 4, 3, 2. Hoofd op. Knieën buigen. En dan kom je zitten. Neem even een slokje drinken. We beginnen vooraan op de mat. We beginnen met de knieën gebogen. Voeten plat. Je maakt je rond. Schouders laag. Schouderbladen uit elkaar. Je voeten staan recht naar voren. Je trekt je hele inwendige rits weer strak omhoog. En alles daaromheen doet mee. Behalve de billen. Hoofd op. Armen op. Strek hem eens naar achter. Maak je rug mooi lang en sterk. Buig de ellebogen naar je toe. Strek hem op naar het midden. En op het moment dat je naar achter gaat, trek hem aan. In. Uit. Hou de rug lang en dekker dat je niet in zat. Borst op. En op. Uit. De armen schuiven voor de borst. En naar je
naartoe. Alsof je het aantrekt, hè? Alsof je een touw mee hebt achter mee trekken. Met kracht. 8. 7. Ziet er goed uit. 6. 5. 4. 3. 2. En de laatste. Je komt naar achter. Til de voeten op. Houd vast. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Laatste. Handen naar de knie rond de rol af. Haal de knieën naar je toe. Leg je hoofd met een lange nek neer. Knieën in. Armen schuin. Langzaam. Gaan het bekken kantelen. Je voeten en je benen tegen elkaar. Bijna bij de mat. Voel de strekking. Voel de aanspanning ook in die rug. Taaien. Dat hele corset strak. En nu naar je toe. Adem uit. Komt die nog een keer. Van hoofd. Nieuwe. Hou de onderbenen actief. Ten opzichte van de knieën bovenbenen. Naar je toe. In. Een stukje verder zonder dat je de benen strekt en uit. Dus de knieën blijven gebogen. De knieën ook echt tegen elkaar aan. En terug. 4. 3. Dat gaat netjes. 2. Laatste. Knieën naar je toe. Strek de benen voort. Omhoog. Je bovenste been blijft stil. Die blijft stabiel. Rechterbeen gaat langzaam laag. Strekken. Houd vast. En terug. Omhoog. Dus dat been wat naar beneden gaat, gaat steeds een stukje meer verlengen. Van je af. En terug. Omhoog. Het been dat boven is, is stil, stabiel. Houd vast. In langzaam tempo. En uit. Hou het hoogste veel mogelijk in het midden. Links. En rechts. Nog één rondje. Hou de aanspanning erbij. Hou je navelen binnen. Let op. Rechterbeen gaat via rechts eerst overdraaien. Halverwege. Onderlangs. Omhoog. Links. Eerst overdraaien voordat je vertrekt. Bovenbeen zo stil mogelijk houden. En dus eerst open draaien voordat hij vertrekt. Je maakt hem zo groot mogelijk. Hou de billen aan de mat. Je core vast. Ga door. En echt lengte vanuit je heupbuigen over die benen en naar je tenen. Nog 4. Blijf strekken vanuit die bovenbenen over de knieën. Daag jezelf uit. Maak die spieren langer. Hierna nog 2 op allebei de kanten. Blijf rustig dat je goed voelt waar je hem aan moet sturen. Hierna nog 1, allebei de kanten. Let op. De volgende oefening, uitdagend met gestrekte benen, kan ook uiteraard met gebogen knieën. Maar je gaat langzaam naar laag. Zo laag mogelijk.
Je draait de voeten open, je gaat naar flex. Via de zijkant. Op. Point. Naar laag. Op je laatste punt. Ga de voeten naar flex. Je draait de hielen naar elkaar. Tenen van je af. Open. Omhoog. Met gebogen knieën kan natuurlijk ook. Dan draai je de knieën naar buiten en kom je vanuit hier omhoog. Ja? Anders gooi je het voet laag. Onderaan. Open. 4. Kom op. Gaat goed. Benen maar zakken. Hou je aanspanning vast. Rechtervoet schuift naar je toe. Vanuit de liefste neus laat je de knie zakken. En je schuift over de buitenrand je voet van je af en je draait hem terug. Linkerkant. Even ontspanning op de liefste op de heupen. Zeker naar de voorgaande oefening. Laatste rechts. Laatste links. De benen blijven liggen. Zorg dat je de benen van je afstrekt. De pointvoet. Je hele corset weer strak. Hoofd op. Schouderbladen op. Handen in elkaar. Ellebogen wijzen schuin omhoog. En je strekt die nek uit. Op het moment dat je omhoog komt. Kin in. Kijk omhoog. Pak die hoge buikspieren maar vast. Op. Kan je hoger, kom je hoger, dieper. 8 voor dubbel. 7. Je ellebogen wijzen schuin naar achteren, dus je maakt een strekking. 6. Als je merkt dat je aan je nek gaat trekken, je hoofd naar voren duwt, maak jezelf langer. 5. Lengte in de benen houden voor 4. 3 voor dubbel. 2 voor dubbel. Laatste voor dubbel. Dan maar hoog. Zetten we ze vast. En dan kan je nog een stukje erbij. Laag, laag. Op, op. Laag, laag. Op, op. Laag, laag. Op, op. Laag, laag. Op, op. Laag, laag. Op. Op, laag, laag. Hoger, hoog, terug, naar laag. 4, dubbel. 3. 2. De laatste. Let op. Je komt omhoog. Je zet hem op zijn hoogst vast. En dan kan je er best nog 2 stapjes bij. Op, op. In 1 keer naar, komt ie. Hoog, hoog, hoog en naar. 3, 2, 1 en naar. Op, op, op. Laag. Blijf de ellebogen naar achter wegstrekken. Je schouderbladen laag in de rug. Je nek lang. Benen gestrekt. Op, op, op en naar. Op, op, op. En laag. Dus je bouwt hem op, hè. Dieper, alsof je die buikspieren door het trechter naar binnen trekt. Steeds een stukje verder. En terug. Op, op, op. En laag. Hoog, hoog, hoog. En laag. 4. 3. 2. Laatste. 8 singles, komt ie. 8. Hoger, dieper. 7. Blijf strek. 6. 5. 4. 2. Laatste. Hoog.
vast. Adem door. Been strekt. Van de mat af. 4, 3, 2. Langzaam omhoog. Je rug is in de mat. Leg je hoofd maar neer. Beide knieën buigen. De onderbenen ontspannen. Je koor is vast. Leg de handen op je onderbenen. Hoofd op. Neus en knie naar elkaar. Adem door. 4. 3. 2. Laatste. Je laat je linkerbeen los. Je legt je gestrekt neer. De rechterbeen gaat strekken. Neus en knie naar elkaar. Adem door. 4. 3. 2. Laatste. Linkerbeen komt op. Linkerknie buigt, rechterbeen gaat laag. En vanuit hier strek hem op. Neus en knie naar elkaar. 4, 3, 2, laatste rechterbeen op. Kuiten, enkels, voeten net waar je bij komt. Onderrug van de mat, neus en knieën naar elkaar. 4, 3, 2, laatste. Langzaam de benen los. Armen voor. Goed vanuit je buik aanspannen. Er komt een moment dat je omhoog kan komen met een romp. Strek hem op. Knieën gebogen. Opgestrekt. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. De laatste rechterbeen trekt in. Zet de rechterhand naast je. Pak je linker enkel. Je legt je been achter je neer. Til het bekken op. De heupen, borst naar voren. Strek de armen aan. Aanpas. 4, 3, 2, laatste. Kom maar laag. Hou je koor vast. Beide benen voor je. Til op. Strek uit. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laatste linkerbeen trekt in, linkerhand naast je. Je rechterknie, neem je benen achter. En dan leg je hem neer. Je tilt het bekken op. Zorg dat schouderpols één lijn maakt. Borst naar voren, heupen naar voren, strek hem uit. 4, 3, 2, laatste en terug. Midden. Je legt de benen gestrekt voor je. Je linkerhoofd gaat naar je rechtervoet, tenen wijs omhoog, dus flexvoet. Rechterarm schuin achter je. Je lift je romp op. Je tilt je rechterbeen op. Strek hem uit. Kijk over je rechterarm weg. 4. 2. En de laatste rechterarm omhoog. Neem je been mee naar voren. Leg hem neer. Rechterhand buitenkant. Linkerbeen. Linkerarm schuin achter. Licht de romp op. Neem je linkerbeen mee omhoog. Strek hem uit. Adem door. 4. 3. 2. Laatste linkerarm op. Neem hem mee naar voren. Handen bij de voeten op mij, komt de voetenflex. Strek de hielen van je af, de knieholten naar de mat. De billen schuiven naar achter en je rug wordt lang. Dan gaan de ellebogen buigen zonder je schouders te trekken. Voeg je tussen je armen. Adem door. 4, 3, 2, leg. Hoofd op. Armen op. Leg de benen maar gebogen. In elkaar getrokken neer. Schouders rollen los. En je handen draaien mee. En dan neem je je rechterarm mee naar voren. Linkerhand leg je op je handpalmen. En je beweegt de vingers naar de grond. Strek de binnenkant van de arm eruit. Naar de schouders laag. Je rechterhand komt terug.
Leg je rechterhand op je linkerhand, palm en je tientje vingers naar laag. Strek ik binnenkant, arm. Terug. En terug. Handen naar je toe. Adem in. Duw ze van je af. Kantel je bekken. Maak de hele rug rond. Kom naar voren. Leg de handen neer. Leg de ellebogen onder armen neer. Adem door. 4, 3, 2. Laatste armen gaan naar zij. Armen gaan zijwaarts mee omhoog. Je brengt de benen omhoog. Strek hem uit. Hou vast. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Laatste. Buig de knieën. Plaats de voeten, maak je rug lang, 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 lang. Adem in. En dan gaan die handen heel hard op elkaar. Je hebt er weer verdiend en er is hard gewerkt. Ik wens je nog een hele fijne dag vanaf hier. Volgende week, dezelfde plek, dezelfde tijd. Tenzij we heel goed nieuws krijgen van Den Haag. Maar ik vrees met grote vrezen. Ik wil even de camera uit, dan kom ik zo bij je terug.